Deze keer het verschil tussen dekking en vulling. Op zich heeft iedere laag namelijk een bepaalde sterkte. En deze sterkte kun je met dekking en vulling naar beneden brengen. Ik heb hier een zwart vlak voor me en daar zie je op zich niet zoveel aan. Maar ik ga daar een vormpje op tekenen. En ik teken een kroontje, hiep hoi. Je ziet, ik krijg er een nieuwe laag bij en in dit geval is het een vorm. Dus het is ook een soort van slim object. En ik heb daarbij twee opties: dekking en vul. En als ik de dekking omlaag zet, dan ga ik gewoon de sterkte van deze laag van dit kroontje verminderen. En zie je dat mijn kroontje als ik op 0 kom, helemaal verdwenen is. Zet ik hem weer terug naar 100. En ook bij vulling, als ik naar beneden ga, dan zie je dat het ook minder wordt. En zit ik op 0, is hij ook weg. En toch is er een verschil. Wat is namelijk het verschil? Dekking, dat gaat over de complete laag. En vul, dat gaat alleen over de effecten die over de laag zitten. En hoe kan ik nou effecten op een laag leggen? Ik dubbelklik ergens op de laag, niet op de naam en niet op het icoontje zelf. En dan krijg ik dit voor me. Laagstijlen. En ik heb daar tal van dingen die ik kan kiezen. Bijvoorbeeld een gloed aan de buitenkant. Laten we er gewoon één maken. En ik wil een uh, gele gloed. Met een volle dekking en een beetje grote, beetje spreiding ook. Nou, dat is wel erg fel. En ik druk op oké. OK. Ga ik nu aan mijn dekking draaien, zet ik die nu terug naar nul, dan zie je dat mijn gele gloed ook mee teruggaat. Maar hier komt de truc: kom ik aan vul, dan gaat alleen de inhoud van de laag omlaag en blijft mijn gele gloed gewoon staan. Dan zet ik hem helemaal uit. Dan hou ik in feite alleen de gloed aan de buitenkant over. En dat is in een handomdraai het verschil tussen dekking en vulling. Dus dekking gaat over de complete laag, de inhoud met de effecten. En vulling gaat alleen over de inhoud en niet over de effecten. Die blijven dan staan.